Welkom bij de Compute Awards 2021. Wie zijn er genomineerd in de categorie Services en waarom zijn zij genomineerd? Wie zorgt er met zijn diensten voor digitale versnelling in Nederland? We bespreken het hier in Jaarbeurs Studio. Dit zijn de genomineerden. Welkom jurylid Robert de Koning. Vandaag hebben wij het dus over Services. Een wezenlijk andere categorie dan de categorie Service Integrator. Want daar hebben we het echt over de grotere dienstverleners die een totaal palet aan dienstverlening aanbieden. Hier hebben we het over de specifieke diensten. Als we kijken naar de services in het algemeen en de genomineerden die zo meteen voorbij gaan komen, viel je toen iets op? Ja, als je gaat kijken naar de top drie van dingen die je tegenkomt, is eigenlijk Unified Communications. En op tweede plek Unified Communications. Op de derde plek Unified Communications. En als reservecategorie een beetje AI en ML die wij rondkomen. Oké, ja. Dus we zien veel voordrachten voorbij komen. Dus over Unified Communications is denk ik ook wel te wijden natuurlijk aan het afgelopen jaar. Ja, duidelijk. Het is bijna een open deur. Het is een open deur, zeker. Nou, we gaan gewoon even een rondje maken langs de genomineerden in de categorie services. En we beginnen vandaag met het ARA-systeem van Brain Creators. We gaan wel meteen de AI en de ML kant op. Nou, het leuke hiervan is dat het is een samenwerking tussen Brain Creators, maar ook met Bosch. Ja. Wat ze doen is eigenlijk zorgen dat je videobeelden kan analyseren, ja, maar zonder dat je herkenbaar bent daarin. En dat vind ik wel heel goed. En er zitten ook een aantal zaken in die het leven van iemand die iets moet beheren en iets in de gaten moet houden, een securityambtenaar, een stuk makkelijker maken. Ja. Dus, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Dat exact is een beetje de slogan volgens mij voor het ARA-systeem van Exacters. Nou, dan gaan we naar Unified Communications, want de volgende genomineerde is Avid Video Consult. Ja, het mooie van Avid is dat de technieken die zijn er allemaal. Ze hebben het bij elkaar gezet om zorginstellingen die zeg maar videoconsult, en als het afgelopen jaar heel veel gebeurd is, ja, zijn het videoconsult in de zorg. Uiteraard. Dat ze dat voor de zorginstelling makkelijk hebben gemaakt om dat te consumeren, want ja, de IT'ers binnen zorginstellingen, het was voor hun ook nieuw wat ze moesten doen. Dus ze hebben het makkelijk gemaakt. Ze hebben het veilig gemaakt. En ze hebben het ook voor de patiënten eenvoudig gemaakt om eigenlijk via elk willekeurig platform er naartoe te gaan. Dus alle moeilijke dingen van het introduceren hebben ze als één service opgepakt, ja, en neergezet. Dus. En die hebben ze dus volgens mij ook nog op de WebEx-omgeving van Cisco draaien. Ze hebben het op dat de WebEx natuurlijk wel, ja, wel ook een belangrijke nuance. Ja. De derde genomineerde in deze categorie is Businesscom MyConnect Cirrus. Ja, hier zie je dus een samenwerking met Alcatel Lucent. Wat zij ook weer gedaan hebben, is ze hebben iets wat eigenlijk heel groot en omvangrijk is, hebben ze schaalbaar gemaakt, toepasbaar in het MKB. Dus dat MKB ook vrij snel dit soort zaken kan pakken. Eenvoudig gemaakt, kleinschalig gemaakt. Dus grote dingen die normaal voor de enterprises beschikbaar maken, hebben ze toegankelijk gemaakt voor anderen. Ja, en als we het dan kort moeten samenvatten, wat is dan de dienst? Dat is dus een wifi management as a service oplossing voor SD-WLAN. Ja, omgevingen. Ja. Goed, we gaan naar de cloud. De volgende genomineerde is namelijk Colt Cloud SBC. Ja, wat Colt van huis uit, zeg maar, een echte telecomprovider, lijnen, PABX'en en dat soort zaken, dat deed ze, ja, heel goed. Ze hebben de integratie nu met Microsoft 365, Microsoft Teams heel goed opgepakt. En ze hebben van daaruit, zeg maar, de integratie aan de voorkant met Microsoft Teams, aan de achterkant met hun spullenboel neergezet. Ja. Ook weer toegankelijk, makkelijk, schaalbaar, ja, eenvoudig. En op afstand natuurlijk. En op afstand te beheren, ja, ja, ja. Juist. Het begint een beetje herhaling te worden. Ja, alleen elke keer hebben we een andere naam. En we gaan ook meteen dan door naar de volgende. Want Dean One Horizon is ook genomineerd. Ja, wat ik hier dan opvallend vind, is weer een vergelijkbaar, deze keer met Cisco WebEx, is dat ze heel veel aandacht hebben besteed aan het veiligheidsaspect van wat ze neer hebben gezet. Dus gezegd van, nou, wij willen dit aan de klanten laten zien. We willen dat de klanten het gebruiken. En dit is de wijze waarop we het veilig hebben gemaakt. En dat is het afgelopen jaar ook best wel een issue geweest. Ja. Van, is het gesprek wat ik met jou voer online, is dat door anderen te bekijken en te beluisteren? Ja. En dat vind ik een onderscheidende dat ze hier hebben ingepast. We hebben ook een afwijkende voordracht. Want ook genomineerd in deze categorie is IBAN First Payment Tracker. Ja, nou, de eerste keer dat ik het las, dacht ik van, hé, wat voegt dat dan toe? Maar als je dan gaat kijken dat betalingsverkeer steeds meer internationaal gaat plaatsvinden, dat risicoprofielen van bedrijven afhankelijk zijn van, komt die betaling wel binnen? En dat ik een klein dingetje koop van 15 euro is wat anders als je een container van 15.000 euro uit China laat komen. Ja. Dus dit product geeft inzicht in hoe het hele betalingsverkeer
vanaf China naar Nederland of naar Qatar of whatever. Ja, precies. Waardoor je dus je risicoprofiel als bedrijf helderder kan krijgen en minder risico kan lopen. Want ik zie dat die betaling eraan komt, ik kan gaan verschepen. Een soort track and trace voor internationale betalingen. Track and trace voor internationale betalingen, heel zeker. Nou, we gaan naar een volgend initiatief. We gaan wel weer naar de machine learning hoek. Ja. Want de volgende genomen is ML6, leuk initiatief. Heel erg in de open source gedachte. Maken ML en AI van de Google Cloud toegankelijk voor een groot aantal bedrijven. Waaronder Avrotros, de politie, ASML, Booking, die zitten erbij. Dat zijn echt niet de minste namen in ieder geval. Nee, absoluut niet. En ook daarin is duurzaamheid en het ethisch ondernemen is bij hun heel belangrijk. Zeggen van, joh, er kan heel veel met ML en AI. En wij willen dat eigenlijk bewaken en zorgen dat het op een goede manier gebeurt. Ja. We zagen Unified Communications, we zagen AIML. Maar ik zie nog een keer toch ook weer richting de finance hoek. Want de volgende genomineerde is Molly Components. Ja, nou, Molly, die kennen wij eigenlijk. Bijna iedereen kent Molly. Heeft al eens een keertje gezien. Wat ze hiermee gedaan hebben is eigenlijk zichzelf apart neergezet. Ze willen geen klantlock-in. Ze willen zorgen dat bepaalde componenten van Molly gebruikt kunnen worden zonder dat je vastzit aan Molly. En dat vind ik wel een erg leuk verhaal. En ik las bij de reacties ook van de experts die deze case ook beoordeeld hebben, dat ondernemers ook echt helpen in COVID-tijd. Dus zeker. Ook op basis van de actualiteit van het afgelopen jaar, om zo te zeggen, in ieder geval de markt en ondernemers verder geholpen. Ja. Dan de ene laatste, en dan gaan we toch weer terug naar de Unified Communications, want daar hebben we de soft app. Of nee, de Voice of O365 van SoftApp. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja, nou, weer zeg maar de frontend over je PBX, je telefooncentrale van vroeger, geïntegreerd met Teams, zodat een callcenter of iemand die meerdere telefoonlijnen moet bedienen op een makkelijkere manier een aantal zaken kan zien, kan integreren in agenda's, kan integreren in whatever. Dus je out of office die jij in Teams hebt aangezet. Oh, die hebben we daar ook. Hij is niet bereikbaar. Ik zal even doorschakelen naar. Dus juist. Erg goed. De laatste genomineerde in de categorie services is Software One. Nou, Software One, wat zij doen vind ik op zich. Het is een groot Europees project waar zij in geparticipeerd hebben. Het doel van dat grote Europese project is zorgen dat onderwijsinstellingen geen grote vendor lock-in of license lock-in hebben. Daar Software One in gaan zitten. En zij hebben voor Nederland het kavel gevonden rondom de IBM Cloud. Dus kleine organisaties die eigenlijk te klein zijn om het IBM Cloud in een groot contract om te gaan voor langere levensduur, kunnen nu met Software One kunnen ze kleiner en flexibeler de IBM Cloud afnemen. Een hele korte samenvatting. 4 keer Unified Communications, 2 keer Cloud, 2 keer AI met ML en 2 keer in de fintech. Heel goed. Yes. Robert, dankjewel voor de toelichting in de categorie services. Het is nog steeds mogelijk om te stemmen voor de Computer World Awards 2021. Dit kan tot en met zondag 10 oktober. Op 2 november gaan we vervolgens de Computer World Awards uitreiken. En dat zullen we doen in het Beatrix Theater in Utrecht. Dankjewel voor het kijken en graag tot ziens in een andere video.